Beste inwoners, raadsleden, vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en bedrijven. Dames en heren, de afgelopen dagen zat ik thuis veel in mijn werkkamer om te schrijven aan deze toespraak. En vanuit mijn raam kijk ik uit op het Grobbendonkpark. U ziet dat hier. En links ziet u de huizen aan de Tobias Assenstraat. Eind 70er jaren. En rechts de witte bungalows, u kent ze wel, van Jacques Brouwer. 90er jaren. In het midden staat de haspel tussen groen en keurige bomenrijen. En achteraan, helemaal achteraan rechts, zie je niet zo goed op de foto, staat het ouderlijk huis van mijn vrouw Monique. En als ik voor uit het raam kijk, dan zie ik de daken van de Prinsessenstraat uit de 50er jaren, het oude Goorlen. Met daartussen wat moderne gebouwen, zoals de appartementen hier op het plein. Waar overigens al huizen stonden in de 30er jaren. En als baken, u ziet hem daar staan, de toren van onze eigen Sint-Jan uit de 15e eeuw. Veel ouder dan de kerk zelf. Ik moet zeggen dat ik het goed zeg, want ik zie de voorzitter van het Heem hier staan en die knikt instemmend. Uit de 15e eeuw, dames en heren, veel ouder dan de kerk zelf dus. En nog steeds vier overeind. De tand des tijds doorstaan. En als ik dan zo zit te werken en naar de buiten kijk, begin ik soms wat te mijmeren. En dat mag volgens mij rond de jaarwisselingen af en toe eens een keer wat mijmert. En zo mijmerde ik dat een stad of dorp nooit af is, steeds verandert. En dat zie je natuurlijk als je naar buiten kijkt, aan de gebouwen, maar ook mensen veranderen in de loop der tijd. De samenleving zelf. En er is altijd een onderstroom die onze overtuigingen en waarden beïnvloedt. En die veranderen dus ook geleidelijk. En die zijn uiteindelijk ook bepalend voor hoe we de samenleving inrichten. Hoe we kijken naar de verhouding tussen overheid en inwoners. Ooit legden we alle verantwoordelijkheid bij de overheid. Burgers werden steeds afhankelijker. Dat was de periode, u herinnert zich dat nog, van de verzorgingsstaat. En laatst voerde ik op advies van de politie een halt. Een zogeheten stopgesprek met een jongen van de jaren 15. Zijn moeder was erbij. Met drie andere knullen had hij een liftdeur vernield. Eigendom van de gemeente, hier op de Hoven was het. Zo'n gesprek voorkomt vaak herhaling. De jongen bood zijn excuses aan. En daarna vroeg ik aan de moeder wat zij ervan vond. Wat haar zoon dat gedaan had. En ze antwoordde dat er in Goorlen geen voorzieningen waren voor jongens van deze leeftijd. De schuld lag kennelijk bij de gemeente. Ik zei toch dat hij volgens mij echt haar zoon was, waarvoor ze zelf verantwoordelijk is en niemand anders. Ze was boos en het er duidelijk niet mee eens. Maar de verzorgingsstaat, dames en heren, ligt toch echt ver achter ons. We spreken inmiddels over een participatiesamenleving, maar we staan alweer voor een nieuwe opgave om de verhouding tussen overheid en burger te revitaliseren. Waarbij er sprake zal zijn van een wederzijds afhankelijke relatie. Een samenleving die produceert en consumeert in verhouding met wat onze fysieke omgeving aan kan. Er is een toenemend besef, we lezen het dagelijks in de krant, dat we een onevenredig beroep doen op onze omgeving, onze aarde. Niet voor niets sluit de titel van het nieuwe Goorlense bestuursakkoord dan ook duurzaam en dienstbaar. En onlangs zaten wij als college op de hei om nog eens goed naar die twee termen duurzaam en dienstbaar te kijken. En we spraken over besturen in deze veranderende samenleving. En we voelen aan alles dat we in een overgangsfase zitten, een soort tussentijd, ook hier in Goorlen. We zullen het huidige systeem verlaten, maar we weten nog niet precies waar het heen gaat. Om met de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans te spreken, we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. We gaan meer en meer naar een open systeem met een circulaire economie. Met netwerken die je niet zelf organiseert, maar die ontstaan rondom een opgave en die ook weer verdwijnen. Zonder hiërarchie en vanuit gedeeld eigenaarschap. En zo'n open systeem vraagt om adaptief vermogen, de wil om aan te passen en verbindingen te maken, ook voor ons als overheid. U kent fenomenen als Airbnb en Uber, de grootste hotelketen en het grootste taxibedrijf ter wereld. Maar ook dichter bij huis, hier in Goorlen. De vele burgerinitiatieven, maar ook zelforganisaties zoals Glasvezel of energiecoöperaties. En die kanteling zie je bijvoorbeeld ook hoe reanimatie bij een hartstilstand bij ons is geregeld.
We leiden tegenwoordig inwoners op om AED's te gebruiken. En die hangen dan op allerlei plekken. En vroeger wachtte je gewoon op de professionals van de ambulance. Maar nu komen ze om de reanimatie van inwoners over te nemen. Echt een kanteling zie je erin. De gemeente Goorlen ervaart deze ontwikkelingen ook. En zij vragen het nodige van ons. Wij moeten meer de samenwerking en verbinding met die buitenwereld zoeken. Responsiever worden. We zullen wendbaarder en flexibeler moeten zijn. Ons meer integraal rondom opgaven organiseren in plaats van rondom functies. We moeten als gemeente een beentje bijzetten. En daarom zijn we in 2018 een organisatieontwikkeling gestart. Onder leiding van onze gemeentesecretaris Jolie Hasselman. Gebruikmakend van de doe- en denkkracht van onze medewerkers. En uiteraard met betrokkenheid van raad en college. En we focussen ons daarbij niet op wat er ontbreekt, maar hoe we er meer uit kunnen halen. Dat noemen we waarderend vernieuwen. En eigenlijk zijn we een brug aan het bouwen terwijl we er nog oplopen. Oftewel, we zijn aan het leren terwijl de winkel open is. En dat is niet makkelijk, want de samenleving, u vertegenwoordigt die samenleving, verwacht steeds vaker een flexibel, meebewegend gemeentelijk apparaat dat meedenkt met individuele belangen. Maar dat verdraagt zich niet altijd met waarvoor de overheid nu juist is opgericht. Namelijk het dienen en bewaken van het algemeen belang. En daar horen juist voorspelbaarheid, beleid en regels bij. En bureaucratie. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Heel transparant. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar onze uitdaging zal zijn om te zien dat niet alle monniken gelijk zijn. Waardoor we maatwerk leveren en soms dus moeten afwijken van beleid. En uw uitdaging is dus om te begrijpen dat uw buurman soms wel iets voor elkaar krijgt en u niet. Want de werkelijkheid wordt weer uitgangspunt voor ons denken, oordelen en handelen. En mijn criterium is en blijft dat ik het moet kunnen uitleggen op een zeemkist hier op het Kloosterplein. En het afgelopen jaar schuurde het best wel eens. U hebt dat een beetje kunnen volgen ook in de media en ook in het debat met de raad. Over communicatie of over het al dan niet meebewegen in individuele gevallen. Soms is die kritiek terecht. Als we afgesproken dat er wordt teruggebeld, dan moet er worden teruggebeld. Geen discussie. Maar ik verneem ook kritiek, vaak op de social media, die ik ver van me afleg. Ongenuanceerd en onterecht. En vooral gewoon onwaardig. Onze organisatie is niet groot, maar onze medewerkers zijn betrokken en capabel. Kundigen en loyale ambtenaren die hier dag in dag uit hard werken in het belang van onze gemeenschap. Dat wil ik vanaf deze plek nog eens expliciet genoemd hebben. En ik zeg dat weet ik zeker, namens het hele college. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze transitie gaat lukken. Ook dankzij de broodnodige formatieve uitbreiding waartoe de raad vorig jaar besloot. We zullen de vacatures onder meer in het managementteam weer zoveel mogelijk vast gaan invullen. En dan komt een adviseur dienstverlening, waardoor we in 2019 stappen kunnen zetten op het gebied van online dienstverlening, bereikbaarheid en mogelijke invoering van het klantcontactcentrum. Graag gebruik ik ook deze gelegenheid om onze bodes te noemen. Stille krachten op de achtergrond. Vorig jaar is het team aangevuld met Joyce. En mocht u zich afvragen waarom deze kerstboom hierachter zo mooi is, is hier, u ziet het op de foto, het antwoord. Joyce heeft deze kerstboom hier neergezet. Hè? Ja, een applaus voor haar. Dan zie je dus hoe mooi het is dat je allerlei kwaliteit in huis hebt hier in zo'n gemeentelijk apparaat, want de achtergrond is etaleuze. En dan zie je toch dat op een of andere manier de creativiteit weer tot uiting komt bij de manier waarop zij zo'n boom optuigt, noemen we dat. En ook kan ik u melden dat onze bodes overigens binnenkort in professionele bedrijfskleding hun representatieve werk zullen doen. Dames en heren, vorig jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. Een continue daling van het opkomstpercentage is omgebogen van het dieptepunt 51,7% in 2014 naar 54,9% in 2018. Misschien wel mede dankzij onze extra opkomstbevorderende maatregelen en overigens ook alle initiatieven die hier in Goorlen op dat gebied zijn uitgevoerd. Op 29 maart installeerden we de nieuwe raad met maar liefst 7 nieuwkomers. Je ziet ze hier. En daarna volgden de onderhandelingen. En op 7 mei presenteerde de coalitie haar akkoord. Op 23 mei startte het nieuwe college met wethouders Mario Immink, Bert Schelkens, Johan Zwaans en Piet Boos. De nieuwe raad, dames en heren, vergadert anders.
tweewekelijks beeld, oordeels of besluitvormend, oftewel het BOB-model. Meer flexibiliteit en aard en inhoud van het dossier bepalen de route. Meer ruimte voor dialoog en debat. En bewoners kunnen meer invloed hebben en de raad heeft zelf regie, in de vorm van een regiecommissie, over zijn agenda. De eerste ervaringen, laat ik daar heel eerlijk in zijn, zijn ambivalent, maar hoopgevend. De publieke tribune is beter gevuld en de raad zit meer aan de knoppen. Maar er zijn natuurlijk ook kinderziektes. De avonden zijn te lang en er zitten nog te veel hier binnen in het gemeentehuis. Eind deze maand, zitten we een dag op de hei, heet dat, evalueren we om daarna de werkwijze te verbeteren. En raad en college werken voortaan ook digitaal. Alles via de iPad. De grote stapels papier behoren daarmee tot het verleden. De omgevingswet heeft ook alles te maken met een andere verhouding tussen samenleving en overheid. Ze treedt in werking op 1 januari 2021. Maar bij nieuwe projecten hebben we nu al omgevingsdialogen. We betrekken inwoners sneller bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bij een zonneweide-initiatief en nu bij woningbouwproject Paakentand. Omwonenden en ontwikkelaar zitten daar samen op de tekentafel. En vorig jaar noemde ik al onze proeftuin in het kader van die omgevingswet, de eerste in Nederland. In het gebied Fokmastrechte Heide, waar jarenlang meerdere onverenigbaar lijkende vraagstukken en belangen speelden. Rijk, provincie, waterschappen, Brabants Landschap, Brabantwater en belanghebbenden in het gebied sloegen de handen ineen. En eind vorig jaar kwam er een bestuurlijke doorbraak. Er is overeenstemming over uitbreiding van de puinsorteerinstallatie van Paulussen, de positionering van de gemeentewerf en verplaatsing van de manege. Nog niet alles is opgelost, maar dit jaar gaan we verder om het handen en voeten te geven om te concretiseren. Dames en heren, het gemeentelijk werkveld is breed en divers en ik kan dus ook niet compleet zijn in een soort terugblik of vooruitblik, maar ik loop toch even, als u dat goed vindt, langs een aantal actuele onderwerpen. En ook als u dat niet goed vindt, doe ik het toch. Op basis van recent woonbehoefteonderzoek zal de Raad in 2019 een nieuwe woonvisie vaststellen. Ondertussen wordt er volop gebouwd. In 2018 zijn er in Boskens West veel woningen bijgekomen. CPO-project De Boskant is klaar en bij de Rotonde gaan we in 2019 bouwen. U ziet als u daar langs komt al dat er volop voorbereidingen worden getroffen. Bijna alle woningen daar zijn al verkocht. Er liggen 4 voorstellen voor een zonneweide of een windmolenpark. Van Goorles Ondernemers en van de energiecoöperatie Duurzaam Riel Goorles. In 2018 vergaderde de Raad intensief over de energietransitie. En zal hij naar verwachting deze maand, dus in januari, nog de notitie zonne-wind vaststellen. En dan zijn wij in de regio de eerste gemeente die zonneweides mogelijk maakt. Sinds januari 2018 verstrekken wij leningen aan particulieren die hun eigen huis duurzamer willen maken. Eind december was er al 51 keer gebruik van gemaakt. En in mei 2018 opende het Taalhuis, een ontmoetingsplek in onze bibliotheek, waar laaggeletterden informatie kunnen krijgen over de verschillende opleidingsmogelijkheden. En vanaf volgend jaar zijn we verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van beschermd wonen en verwarde personen. Dit bereiden we nu al voor. En er is een proef gestart met een inloopochtend, kiemuur geheten. Door vrijwilligers uitgevoerd, maar ondersteund door professionals. En naast gezelligheid gaat het daar ook om het signaleren van zorgbehoeftes. In 2019 werken ondernemers in de gemeente aan een nieuwe economische agenda. Tijdens een ondernemersontbijt in november maakten zij daarover de eerste afspraken, samen met onze wethouder Jeroen Zwaans. Ondanks voorspoedige economie zijn ook in Goorle mensen nog steeds afhankelijk van de voedselbank. En voor hen opende begin 2018 een uitgiftepunt, zodat ze niet helemaal naar Tilburg hoeven. Wij blijven de voedselbank de komende jaren subsidiëren, zolang het nodig is. In 2018 organiseerden Goorle en enkele andere gemeenten weer de bustour voor werkzoekenden. We bezochten met een hele bus 14 bedrijven in 3 dagen. En van de 50 deelnemers, dames en heren, vonden er maar liefst 21 op die manier een baan. Dat is bijna de helft. Met een nieuwe layout voor de begroting ging een grote wens van de Raad in vervulling. Ze is toegankelijker en een stuk dunner. Van 155 naar 65 pagina's. Dat zetten we door in de hele cyclus. Dus van voorjaarsnota tot jaarrekening. Dat lijkt eenvoudig, dat klinkt eenvoudig. Houdt u maar rekening mee, dat is een flinke klus voor onze medewerkers van Financiën. We werken flink samen in GH Overland, Goorle, Hilvarenbeek en Oostenrijk.
In totaal bij maar liefst zo'n 50 type werkzaamheden, 50 activiteiten. Zoals, noem een paar voorbeelden, inkoop en aanbesteding, personeels- en salarisadministratie, de bedrijfsarts, crisisbeheersing, een training, fraudealertheid of de andere afhandeling van lofverzoeken. Dat doen we dus ook met de invoering van de AVG. Dat heeft er allemaal mee te maken, privacy. Dus samen hebben we met 3 gemeenten één team voor alles wat te maken heeft met informatieveiligheid en privacy. En in 2018 besloot onze raad om met onze ICT weg te gaan bij Tilburg. En net als Oosterwijk en Hilvarenbeek aan te haken bij Equalit. Het zit aan Oosterhout gelieerd. Hierdoor kunnen we onze applicaties beter op elkaar afstemmen. En mooi is dat wij de andere gemeenten meebetalen. Terwijl voor hun eigen bedrijfsvoering in eerste instantie er niets verandert. Dat tekent de kracht van onze samenwerking. Het positieve resultaat van de GAO-samenwerking blijkt overigens ook uit onderzoek van Weerschot vorig jaar. Alle initiatieven leveren effect op voor minimaal wat we altijd noemen één van de 3 K's. Kwaliteit, kosten of kwetsbaarheid. Dat zijn de onderwerpen waar we op willen scoren als het om die samenwerking gaat. En er ontstond een 4e K, namelijk kansen. Kansen voor medewerkers. Om mobiel te zijn, om te bewegen, om andere functies te krijgen. Want solliciteren bij elkaar betekent gewoon intern solliciteren. En de samenwerking leidt op die manier tot meer organisatiekracht. En dat helpt ons uiteindelijk bij het uiteindelijke doel van alle 3 gemeenten om 3 zelfstandige en bestuurskrachtige gemeenten te blijven. Toch even in de categorie business as usual. Geen spannende projecten, maar ik noem toch wel even ons werk in de openbare ruimte. Het werk wat ervoor zorgt dat u zorgeloos over straat kunt gaan. Goed verlicht, droog, schone wegen, zonder dat de takken uit de bomen vallen. Dankzij het onderhoud en beheer van onze mensen voor 238 hectare groen, 239 kilometer wegen en 188 kilometer riool. Wij beheren 18.649 bomen, waarvan we soort, maat en onderhoudsgeschiedenis kennen. En we ledigen en onderhouden 350 afvalbakken en controleren jaarlijks 200 speeltoestellen. In 2018 kregen we ruim 3000 meldingen over onze openbare ruimte. Dat ging dan over zaken als verlichting, hondenpoep, bomen, de straten, riolering, huisvuilcontainers, onveilige situaties. Waar allemaal op gereageerd wordt. We zijn overigens ook steeds duurzamer. Door onze 5.500 lantaarnpalen, van LED-verlichting te voorzien, hebben we voortaan 50 ton minder CO2-uitstoot. En er liggen hier op het gemeentehuis zonnepanelen waarmee we in 1/3 van onze energiebehoeften kunnen voorzien. Van het gemeentehuis. Ook op de Haspel liggen panelen. En vanaf 2019 is het de bedoeling dat onze sporthal daar volledig energie-neutraal is. Dames en heren, ondermijnende criminaliteit, drugs en drugsafval vragen onverminderd om aandacht. Er is recent onderzoek naar de relatie tussen de Belgische en Nederlandse drugsmarkten. Criminelen houden geen rekening met grenzen. En dat zien wij zelf hier ook met grote regelmaat hier in het buitengebied tussen Ravens en Goorlen. En eind vorig jaar, intensiveerde ik hierover het gesprek met mijn ambtgenoot uit Ravens en met onze beide politiechefs. Die van ons, René van der Linden, is hier aanwezig, teamchef van Leidal. We trekken daar samen in op. Onze bestuurlijke en integrale aanpak staat namelijk heel ver nog van het Belgische model, hebben wij ontdekt. Maar toch kijken of er mogelijkheden zijn om op een slimme manier samen te werken in onze grensstreek. Want ter wille van de veiligheid is dat heel hard nodig. Een bijzonder project in 2018 is de faunapassage. Een natuurlijke verbinding tussen Gorp en Rovend en Rechte Heide. Voor dieren zoals, ik noem ze nog even, de ree, das, steenmarter, vos, bunzing, wezel, hermelijn, haas, konijn en een aantal amfibieën. En we realiseerden er ook een vleermuiskelder en onder de weg een tunnel. En we legden er diverse poelen en een ven aan en 2 kilometer afrasteling langs de Timmernautse baan. En in Brabant liggen straks 7 van die ecoducten. Slechts 1 daarvan is gemaakt in gemeentelijk beheer. En dat zijn wij, Goorlen. Daar zijn we trots op. We zijn ook trots op onze projectleider Tim Hinsen en zijn team. Hij leidde ons als college onlangs rond en het is echt top wat u daar ziet. En misschien voor de sceptici onder u, ja, de faunapassage is nuttig. Laat u zich eens bijpraten, ik heb hem nog niet gezien, maar misschien is hij wel de Wim de Jong van het Brabants landschap. En u zult ervan overtuigd zijn dat het een hele zinvolle aangelegenheid is. In 2019 vieren we 75 jaar bevrijding van Goorlen. In overleg met onder meer Heemkundekring
Bond van Waterboerders en ons 4 en 5 mei comité bereiden we een aantal extra activiteiten voor. In het jaarlijkse Elsevier-overzicht van beste gemeente stond Goorlen in 2018 op plaats 45 van alle 380 Nederlandse gemeenten. Door herindeling zijn dat overigens sinds eergisteren alweer 25 minder. Maar dat geheel terzijde, dat gaat erg snel. Er zijn nog maar 355 gemeenten dus. Het gaat Elsevier dan om de beste mix van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg en veiligheid. Cultuur, rust en ruimte. En Amsterdam, het andere stadje met een Kalverstraat, laten we achter ons op plaats 48. Ja, van de Brabantse gemeenten zijn we 7e. Nog steeds mooi natuurlijk, maar ooit waren we 3e dus opletten geblazen. Daarom is het fijn dat het nieuwe bestuursakkoord ook hebt over city marketing. We mogen immers best laten zien wat we in huis hebben. En misschien dat het drankje op deze kant op kan komen, want dan kan ik zo meteen op een de toast aanbrengen. Een paradepaardje is natuurlijk. Kijk, het is maar een keer overkomen dat ik hem niet op tijd had. Een paradepaardje is natuurlijk Irene Wüst. U ziet haar hier op dat geweldige moment. Dames en heren, ik weet niet of u erbij bent geweest op 4 maart dit jaar, vorig jaar 2018. Voor haar ongeëvenaarde prestaties op de Olympische Spelen. Door samenwerking, ook financieel, met de provincie, konden we extra uitpakken. En iedereen genoot ervan en u kon dat zien. Die zondagavond kwam Goorlen volop in de media, waaronder onder andere alle landelijke journaals. En, ook dat leest u in de krant de laatste dagen, ze is weer in vorm. Vorig weekend veroverden ze 3 tickets voor het WK. Plaatsing voor het EK Allround volgende week in Italië. Dus namens ons allen wens ik haar daar natuurlijk heel veel succes. In 2019 ondersteunen we weer de streetrace met het Nederlands kampioenschap, het Nationaal Mountainbike evenement. Dit jaar op het Oranjeplein. Wij als gemeente ontvangen er onze genodigde relaties, ook van buiten de gemeente. Gewoon om te laten zien en te vertellen wat Goorlen te bieden heeft. Dames en heren, ik ga afsluiten. Sabine vertelde al iets over dansgroep Effect en tienerkoor Gotico. Die gaat u zo meteen zien, of horen vooral. Maar vanavond, en daar wil ik ook even bij stilstaan, presenteert zich ook kookgroep Leerloods aan tafel. Die staan daar. En dat zijn in Goorlen wonende staatshouders, afkomstig uit Syrië, Eritrea en Somalië. En vanavond verzorgen zij een deel van de hapjes die u zometeen is kunt nuttigen. Er staat uitleg bij de borden wat het is. Zij bedenken als groep samen gerechten, leren dan ook en passant de Nederlandse taal, werken aan hun ontwikkeling. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi initiatief, gelieerd aan de werkopvang statushouders. En ik zou zeggen, werkt ook, maakt ook vooral eens even kennis met hen. Ze staan hier in de hoek, en op zijn minst de hapjes. Goed, straks kunt u in de raadzaal kijken naar een impressie van het culturele jaar 2018. Gemaakt door vak Lumen. En er zal nog meer ook aandacht zijn. U kunt dat zien voor de prachtige jubileumactiviteit van onze Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning. Die toch het afgelopen jaar daar heel veel aandacht aan besteed hebben. En de beelden daarvan kunt u zometeen nog zien. En als ik zometeen een toast heb uitgebracht, start, want dat is hier op dit scherm, een korte compilatie nog van 2018. Met dank aan de lokale omroep. Beste mensen, onze gemeente groeit door. Sinds vorig jaar kwamen er zo'n 300 inwoners bij. Eind november stond de teller op 23.806 inwoners. Op hen allemaal en uiteraard op u allen hier aanwezig breng ik graag een toast uit. Wij zijn een saamhorige gemeenschap en ik hoop dat we dat zo blijven. Namens de raad en het college wens ik u ook een gezond, voorspoedig en vooral saamhorig 2019. Dank u wel en proost!